Ja, België, op papier hebben ze een geweldig elftal. Misschien wel een van de beste elftallen ter wereld. Maar het gaat bij de Belgen vaak om de uitvoering. En ja, op het Europese kampioenschap waren ze toch wel een van de kandidaten om Europese kampioen te worden. Er is niks van terechtgekomen. Heeft ook te maken met de bondscoach die er toen was. En wat interne strubbelingen met spelers. Maar nu lijkt het erop dat ze het model gevonden hebben met de nieuwe trainer. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze tegen Nederland hetzelfde systeem gaan spelen wat ze de laatste interlands gespeeld hebben. Leg eens uit. Ja, ze zijn overgestapt van 4-3 naar 3-4-3. Als ze dat tegen Nederland zouden doen, dan denk ik dat de verdedigers van de Belgen heel veel problemen gaan krijgen. Want dan komen ze 1-op-1 te staan. Dus ik denk niet dat ze dat tegen Nederland zullen doen.